Nou, daar zitten we dan. Bij onze eerste stop. We hebben nieuwe superchargers, de snelle. Die gaat twee keer zo snel op. Lekker of niet? We zijn vanochtend om 6 uur weggegaan. We hebben ook Maggie bij ons. Wat een toestand. Lekker hoor. Ga je bij zo'n winkel? Ga je... Oké. We hebben even een klein avontuur meegemaakt. Vanochtend gingen we om 6 uur weg. Gorinchem. Gewoon 3 kwartier vertraging. Maar oké, kan gebeuren. Duitsland reed aardig door. En toen kwamen we op een gegeven moment in Oostenrijk. Even wat gegeten bij Villach. Ik had niet geboekt. Ik zei, nou, nu moeten we wel weggaan. Rijden we Italië in. Worden we aangehouden. Door 2 agenten. We hebben gewoon 3 kwartier daar gestaan. Want ze moesten de paspoorten checken. De papiertjes van de auto checken. Dat was allemaal natuurlijk in orde. Ik was niks vergeten. Toen konden we verder. We kwamen in Bovenweg aan om 10 uur. Geen kamer meer te krijgen. Groot festival. Nou, uiteindelijk na een half uur rijden toch nog een hotel gevonden. Dus het is allemaal nog goed gekomen. Maar het was wel weer een leuk avontuur. Dus als we dit ooit nog eens bekijken, dan weten we weer, oh ja, weet je nog. Maar het is wel weer opgelost. Zo bevalt de reis met Hanno Adventure zo. Goed, maar het duurt lang in wat hadden, hè? Ja, maar niet verwacht. We hadden wat, hè? Het ging allemaal volgens planning. Niet helemaal, maar het is niet anders, hè? Wat is een wandel, hè? En dan kan ik natuurlijk een mooi verhaal vertellen, maar dan ziet het er dus zo 's ochtends uit. Dus ja, ach. Weet je, we zijn niet voor niks naar Slovenië gegaan, want Slovenië is gewoon heel erg mooi. En dan alles is omringd door bergen. Een soort van helder water. Ja, ja. Klasse, Sas. Wacht even. Wat hebben jullie vandaag van de dag gevonden, dames? Van de dag. Van de dag. Jij deed het goed zo lekker. Ja. Dat was super goed. En jij? Hoe hoog was de waterval? Hoog. 50 meters. Heel goed. En die ook. Olaf, hoe is jouw avontuur bevallen? Een hotel zoeken en nergens plek hebben en dan toch nog op de valreep? Ja. Staat dat een beetje voor Olaf? Hanno Adventure Tours. Oh, okay. Dat was ingecalculeerd. Ja, soms moet je een uurtje langer zoeken, maar het is allemaal gelukt. En we hebben lekker gegeten en daarna ben ik met 3 geweldige vrouwen op stap gegaan. Die van de watervallen van 50 meter afsprongen, waar, of althans afzeilden. Waar ik toch wel een beetje bang voor was, maar de vrouwen hebben het doorheen gesleept. Nou, dus, gelukkig. En we gaan nu Capaccio. Heel huids afgekomen. Ja. Gelukkig, allemaal. He? En? Was het leuk? Ik ben uitgeschoten met tonijnolie. Ja, het zal ook niet zo zijn. Nou, we hebben onze boot even achtergelaten. We zijn even de kant op gegaan. We hebben hem afgemeerd achter ons. Wellicht dat jullie het kunnen zien. En we gaan straks weer naar onze boot toe. Sharon, hier zit het bewijs. Quincy lust geen gehakt, hè Quins? Nou, dit is de spaghetti van Megan. Het was een beetje veel, hè Megan? Ja, ik help dus, Megan. Dus ze helpt Megan met de spaghetti, maar ze lust geen gehakt. Dus dan weten we dat. Oh.
Pieter was helemaal aan het huilen. Wat heb jij genomen, Sas? Ik heb bananensplit zonder chocoladeijs. En jij bent. Oké. En dames? We hebben chocoladeijs met chocoladeijs. Ja. En jullie hebben nog, wat heb je nog meer? Een cocktail. Yeah. Vervelend. Het valt me wel op dat we continu aan het eten zijn. Carpaccio! En wat neem jij, Sas? Carpaccio. Oké, dames. Dames, even tussen het Instagrammen, het Facebook en social media door. Wat hebben jullie genomen, Quincy? Strawberry daiquiri. Strawberry mojito. En Sas? Pina colada. Oh, wat lekker. En wat is dit dan? Chocoladebroodjes. Heb ik ook. Een vanille en chocoladebroodjes, dames. Ja, lekker. Mooi. Dan gaan we hier even naar buiten. En dan zien we daar in de verte de zee. Dus we zitten hier heerlijk onder de dennenbomen. En we zijn nu lekker aan het ontbijten. Wat ziet er geweldig uit, dames. Hoe is het, dames? Hoe laat was het dan? Ook de avond, hè? Ik hoef daar niks mee hoor, want ik zie er niet uit.